Ja, ik zie iets wat ik absoluut moet hebben. Echt, hoe leuk. Dit draag ik eigenlijk überhaupt altijd bij me, ook wanneer ik niet naar een festival ga. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin. Daar maak ik ook allerlei video's en soms ook video's over action. Dus ik zou zeggen, volg me daar vooral. En vandaag heb ik ook op dit kanaal een hele leuke video voor jullie, namelijk een festival shoplog. En ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon heel breed aanpakken. Want als ik denk aan een festival, ja, dan denk ik allereerst al aan twee verschillende soorten festivals. Zo heb je bijvoorbeeld de Weekender, waar je ook blijft overnachten, waar het eigenlijk bijna een soort van mini vakantie is op de camping. Vaak ook nog wel wat ruig, met heel veel muziek en lawaai en jongeren. Ik ben zelf meer een glamping kind of girl. Daarnaast heb je dan natuurlijk ook nog de eendaagse festivals. En als ik dan denk aan een festival shoplog, zou ik meer denken aan de kleine dingetjes die je nodig hebt. Of de kleine dingetjes waarmee je je outfit of je look nog eventjes compleet kan maken. Verwacht maar dat deze video alle kanten op gaat. Maar als je er zin in hebt, wil ik je in ieder geval vast vragen om nu een duimpje omhoog te doen. En vergeet ook niet om straks een reactie achter te laten. Dan ben ik wel heel erg benieuwd wat jij echt ziet als een festival gadget die niet mag missen wanneer naar een festival gaat. Laten we nu in ieder geval eerst een kijkje nemen in de winkel naar wat ik daar allemaal tegenkwam. Okay, ik denk dat ik voor een festival echt binnen elke categorie wel iets zou kunnen vinden dat je nodig hebt. Dus ik begin maar gewoon even bij de technische snufjes. Want je wilt natuurlijk dat je telefoon altijd is opgeladen. Misschien wil je ook wel zoiets als speakers. Om het nog gezelliger te maken rondom je campingtentje. Ik zie hier ook teenslippers. Oh. Ja, ik zie iets wat ik absoluut moet hebben en wat ik ook nog niet had. Maar dat ga ik jullie vertellen in de video, want dit ga ik sowieso meenemen. Dan denk ik dat ik hier bij het echte campingmateriaal ben aangekomen. Dus een campinglamp, flexible washing line, camping shower zelfs. Water tank, kan ook handig zijn. Een luchtbed. Oh ja, en een tent. Oh, dit is wel echt een hele leuke tent. Zogenaamd een Volkswagen busje. Ik dacht dus dat dit misschien zo'n een stoel zou zijn, weet je wel, voor op een camping. Maar het is een hele beachmat. Dat lijkt me toch iets te. Oké, dan is er één ding van de beautyafdeling dat ik sowieso wil hebben voor een festival. En dat is... tromgeroffel. Glitterspray. Ik denk dat ik het heb gevonden. Alleen is dit dan dus wel van Disney. Oh, kijk, heerlijk die glitters. Nou, voor wie nog op zoek is naar een leuke festival zonnebril, dan is er ook genoeg keuze. Zo'n festival kun je natuurlijk gemakkelijk iets kwijtraken. Dus een zonnebrilletje van €2,99. Niet verkeerd. Daar gaan we dan, jongens. Ik had het natuurlijk al een beetje verklapt in de winkel dat er een item was waarvan ik dacht, oh my god, dit heb ik nog nooit eerder aangeschaft. Maar het is wel echt iets wat je op een festival helaas soms nodig kunt hebben. Ik hou het nog steeds spannend voor jullie. Het is een regenponcho, jawel. Deze hadden ze in verschillende kleuren, maar ik dacht, nee, ik ga gewoon chic doen. Ik ga gewoon voor zwart. Fashion, fashion, fashion. Nou ja, als we dit fashion kunnen noemen. Dit is hoe het er namelijk uit gaat zien als je hem aan hebt. Als het wel gaat regenen, dan wil je dit wel gewoon echt bij je hebben. Dan blijft de rest van je outfit namelijk wel gewoon intact, weet je wel. Nou, en deze lifesaver is €7,99. Maar voor iedereen die denkt, dat is mij te prijzig en zo'n ding gebruik je niet zo vaak. Dan kun je natuurlijk ook gaan voor een ander type regenponcho. Dit is er namelijk volgens mij eentje die je daarna weggooit. 45 cent per stuk, echt niet te doen. Dus ik dacht, ik neem er meteen twee mee. One size fits all ook. En die heb je dus in het blauw, in het roze, in het wit... En in het geel, nou ik heb dus een blauwe en een gele. Laten we heel eerlijk zijn, het ziet er eigenlijk gewoon uit alsof je een vuilniszak om hebt. Maar goed, voor die 45 cent houdt het je wel gewoon droog. Nou hoop ik die regenponcho's dus nooit nodig te hebben. Maar iets anders wat ik wel hoop nodig te hebben, als het hopelijk heel mooi weer is tijdens het festival, is een mini fan. Deze meegenomen, dat is gewoon een handventilator. Die kan je volgens mij ook neerzetten voor als het warm is in je tent. Of voor als je even een frissertje kan gebruiken tussendoor. Oké, er gaan drie kleine batterijtjes in. Dan ben ik heel benieuwd hoe hard hij nu gaat blazen. Horen jullie hem? Zien jullie hem ook? Nou, ik voel hem in ieder geval zelf wel hoor. Dit is wel verkoelend. En het handige is dus, je kunt hem gewoon even vasthouden. Zo, lekker. Maar je kan hem ook zo neerzetten. Dan moet ik zeggen, ik denk dat als je hem te ver afzet... Oh, nou, dit voel ik eigenlijk nog steeds. Voel ik ook nog steeds. Oké. Okay. Oh, hij kan zelfs harder. Oh, ik dacht ik ga hem al uitzetten, maar hij gaat nog harder. Ja, hij kan dus op USB of op batterij. Nou,
Nou, super handig. En maar €2,99. Goed, dan even iets heel anders. Iets wat meer in de categorie eendaags festival, gezelligheid is. Dit zijn namelijk fashion nails, ofwel nageltjes die je kunt opplakken. Er zit gewoon lijm bij en zo. En volgens mij blijft dit best wel goed zitten. Ik weet het niet. Ik heb dit nog nooit geprobeerd. Dus als je dit wel al eens hebt geprobeerd, laat even weten in de comments wat je ervan vond. Maar ik vind dit wel echt zoiets wat je outfit nog net even afmaakt, weet je wel. Met die bloemetjes zo erop. Nou, dan zei ik het al. Er was nog zoiets wat ik absoluut bij een festival look vond horen. En dat is een glitter body mist spray crème. Dit is dus een spray, een sparkling body mist. Ja, ik kon dit dus alleen maar vinden in zo'n, ik wil bijna zeggen, kinderverpakking. In ieder geval, het gaat om de glitters. Ik denk wel dat je vrij veel moet gebruiken om er echt helemaal glitterend uit te zien. Want ik denk dat jullie het misschien nog niet eens kunnen zien zo op beeld. Hoe meer je sprayt, hoe meer glitters je hebt natuurlijk. En deze body mist is €2,79. Nou, alsof dat nog niet genoeg glittertjes zijn, heb ik ook deze plakkers meegenomen. En dit zijn crystal stickers voor face en body, staat hier. Maar ik denk dat je ze vooral leuk op je gezicht kunt plakken. Ik vind het altijd leuk als dat symmetrisch is, maar ze hadden ook nog andere soorten. En deze zijn 99 cent. Nou, voor wie echt op een camping zit en het allemaal een beetje handig wil aanpakken, een thermoscan is dan natuurlijk ook niet onhandig om je drinken lekker heet of koud te behouden. €3,99 hadden ze ook in verschillende kleuren. En is natuurlijk niet alleen maar handig voor een festival, maar ook gewoon voor dagelijks gebruik. Dan heb ik ook de campinglamp meegenomen. Deze hoef ik niet uit te leggen, toch? Ik denk dat iedereen begrijpt dat ik deze zeer zeker nodig ga hebben daar. Alhoewel je tegenwoordig natuurlijk ook heel vaak je telefoon gebruikt als het gaat om een zaklamp. En toch vond ik het ook leuk om nog een echte zaklamp mee te nemen. Ja, ik voel me net een padvinder wanneer ik naar een festivalweekend ga, hoor. We hebben hier de campinglamp. Die is gewoon om neer te zetten. En je kan hem ook nog ophangen. Oh, hij is echt cute. Hij is helemaal niet groot. Ik had hem veel groter verwacht. Als je hem zo op beeld ziet, dan denk je dat het zo'n joekel is. Wat natuurlijk niet klopt, want het past helemaal niet in dit kartonnetje. Het is grappig, hè, hoe dingen soms zo anders kunnen lijken. Dus ik ben blij dat ik hem even uithaal. Maar nou ja, cute toch? Als een soort van eigen lantaarnpaaltje kan je die misschien ergens ophangen. En een zaklantaarn vond ik dan dus ook nog nodig. En alsof dat nog niet genoeg was, heb ik nog een hele leuke lamp meegenomen. Maar deze vind ik zeg maar echt cute. Dit is een lamp die je vooral gewoon wilt hebben om de sfeer op te vrolijken als je daar dan in je tent ligt. Dit is namelijk een solar lamp. Hier op het plaatje zie je misschien net iets beter hoe dat er uiteindelijk uit gaat zien. Hadden ze ook in het blauw en in het groen en in het geel. Echt allerlei verschillende kleuren. En deze laat dus op aan de zon. Dus dit is ook zoiets dat gewoon altijd gaat werken als je bijvoorbeeld je batterijen vergeet. Campinglight is €1,99. Zaklantaarn is €2,49. En dit andere prachtige lampje dat je kunt ophangen, €1,94. Leuk toch? Heb je gewoon allemaal leuke lampjes rondom je tent hangen. En dit is ook wel het type lampje waarvan je meteen je tent herkent. Dat je denkt van, oh ja, bij de roze lampje daar slaap ik. Nou, op een festival wandel je natuurlijk heel veel. Dus wat ik altijd meeneem als ik naar een festival ga, of dat nou een eendaags festival is of een meerdaags festival, zijn pleisters. Ik vind deze dan vooral heel fijn. Die gebruik ik eigenlijk altijd wanneer ik Dr. Martens draag. Ook wanneer ik niet om een festival ga. En daarnaast heb ik dan nu ook nog blarenpleisters meegenomen voor het geval het toch te laat is. 79 cent voor deze elastische pleisters. En €1,69 voor de blarenpleisters. Papieren bekers. Ja, als je dan zo slim bent om een thermoscan mee te nemen, dan wil je misschien ook wel delen met je vrienden. En deze zijn, even kijken, €1,19 per stuk. Ik heb er natuurlijk niet twee meegenomen. Was niet eens de bedoeling, maar helemaal goed. Dan nog even een paar dingetjes waarmee je festival lookje leuk kunt maken. En dit zit hem echt helemaal in de categorie waar ik heel erg blij van word. Ik moet ook zeggen, ik werd überhaupt blij van deze afdeling, terwijl ik daar eigenlijk bijna nooit rondkijk. Sieraden. Dan waren er volgens mij al een aantal mensen die vroegen om een keer een sieradenshoplog te doen. Dus laat het vooral ook in de comments weten. Als je het daarmee eens bent, lijkt het je leuk om een keer een sieradenshoplog te zien van Action. Wellicht kunnen we daar dan een keertje naar kijken. Maar ik had dus nu deze sieraden meegenomen. Dit zijn oorbellen waarvan ik echt denk, oh my god, super cute. Echt, hoe leuk. Heerlijk, dat gouden kleurtje. Het is lekker aanwezig, pareltje eraan. Kun je geloven dat deze gewoon maar €1,59 waren? €1,59. Heb je gewoon superleuke oorbellen.
is toch cute? Ik heb ook enkelbandjes meegenomen. Want in de zomer vind ik dat überhaupt leuk. Dan draag ik dat wat vaker. En hoe leuk is dat om dan ook nog je outfit daarmee af te maken. Nou vond ik dit ook wel echt helemaal in festival thema. Met zo'n kraaltje eraan. En die kleurtjes erbij. We dit eraan toevoegen. Zijn we er echt wel bijna, ja. Oh, en deze waren maar 99 cent. Nou, als je dan aan de sieraden denkt, moet je natuurlijk ook aan het haar denken. Ik dacht, weet je wat, ik neem van die kleine elastiekjes mee. Dat vind ik namelijk ook wel echt iets voor een festival look. Bijvoorbeeld als je kleine vlechtjes gaat maken, maar ook als je bijvoorbeeld van die kleine staartjes wilt maken, weet je wel. Dus een staartje met hier een elastiekje, 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 elastiekje. Ik heb geen idee of jullie begrijpen wat ik bedoel, maar daar zijn dit soort elastiekjes echt perfect voor. En dat vind ik dus echt... echt wel iets voor een leuke festival look. En deze zijn 99 cent. Nou, dan heb ik ook een reishanddoek meegenomen. Ook deze komt natuurlijk weer helemaal van pas als je op de camping verblijft. En het leuke hieraan is dat hij zo handig mee te nemen is. Je zag hem net al helemaal opgerold. En als je hem uitrolt, heb je wel gewoon echt een hele fijne handdoek. Die volgens mij ook snel droogt en zo. En dat voor maar 1,99 euro. Vind ik echt top voor zoiets. Oh jee, ik zou hem bijna vergeten. Maar dit is eigenlijk het allerbelangrijkste binnen deze hele video. Als je een weekender gaat doen, heb je natuurlijk ook een slaapzak nodig. Ja, en een tent. Dus ik kwam deze tegen en dacht, ja, dit wordt hem. Vind ik ook wel een coole kleur, weet je wel. 200 bij 80 centimeter. Ik weet dat ze ook nog 2-persoons slaapzakken hadden. Maar ik dacht, nou, zo gezellig ga ik het waarschijnlijk niet maken tijdens die festivals. Dus ik vond 1-persoons wel gewoon helemaal goed. En deze is 12,95 euro, geloof ik. Ja, 12,95 euro. Nou, vind ik een prima prijs voor zo'n slaapzak. Gaan we door naar het laatste item. En dat is zoiets waarvan ik denk dat het eigenlijk altijd wel handig is. Voor een dagfestival, maar ook voor de weekenders. Namelijk handgel. Dit draag ik eigenlijk überhaupt altijd bij me. Ook wanneer ik niet naar een festival ga. En dan is dit wel een hele fijne. Want deze heb ik volgens mij ook echt wel vaker laten zien in dit soort video's. Maar die kun je dus vastmaken aan je tas. Of aan je sleutelbos. Dan heb je dus altijd handgel bij je. Dus die vond ik wel echt in deze video thuis horen. En die is 1,29 euro. Nou, dan denk ik dat ik helemaal ready ben voor dit festivalseizoen. Maar zoals ik al zei, als er nog items zijn die je in deze video hebt gemist, laat dan vooral weten wat jouw festival must-have is. En vergeet natuurlijk ook niet om eventjes een duimpje omhoog te doen voor deze video. Want dat helpt ook echt dit kanaal. En ook leuk als je eventjes wilt abonneren op dit kanaal, maar ook op mijn kanaal. In ieder geval super leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Hopelijk zijn jullie geïnspireerd. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Doeg!